De Bond van Wetsovertreders maakt zich zorgen over het grote aantal branden in de gevangenis in Vught. Dit jaar moest de brandweer al 9 keer uitrukken. Ter vergelijking, vorig jaar was dat bijna de helft, 5 keer. Het merendeel van de branden is door de gevangenen zelf gesticht. Werd dan bijvoorbeeld een laak in brand gestoken of een prullenbak. In maart was er ook een brandstichting. Toen moesten zelfs 14 gevangenen tijdelijk naar een andere cel, omdat ze anders gevaar liepen. Het grote aantal branden is voor het ministerie geen reden om onderzoek te gaan doen. Dat maakt zich geen grote zorgen. Dat is anders voor de Bond van Wetsovertreders, die opkomt voor de belangen van gevangenen. Pieter Vleeming is voorzitter van die club. Meneer Vleeming, waarom vindt u dat er wel een onderzoek moet komen? Ja, 9 branden in een korte tijd is natuurlijk extreem veel en dat gebeurt niet erg vaak. En dat kan zijn dat er toch problemen zijn in de gevangenis. Ja, want is dit alleen in Vught of is dit ook in andere gevangenissen zo? Nou, er wordt wel eens een brandje gestoken, maar niet zo extreem veel. Veelal gaat het om een incident, maar 9 is ontzettend veel. Dat ja. Hebben we nog niet eerder meegemaakt in een korte tijd. Nee. Nou begrijp ik zelfs dat die gevangenen ook een aansteker eventueel op de cel hebben. Ligt gewoon niet de oplossing daar om die aansteker af te pakken? Ja, maar goed, je kunt iemand niet het roken verbieden. Dan zou je te veel voor de rechten van gevangenen ingrijpen en dan zou bewaarders iedere keer aan iemand een vuurtje moeten geven en daar is geen capaciteit voor. Dus in principe, je moet de zaak aanpakken waar het zich voordient. Dus de staatssecretaris die moet sowieso de zaak gaan onderzoeken. We zullen hem dat in december via onze gesprekspartner op het ministerie vragen. En doet hij dat niet, dan zullen we enkele leden van de Kamer vragen om de staatssecretaris dan maar te verplichten, want dat kunnen zij. Pieter Vleeming van de Bond van Wetsovertreders, dank u wel.